De masterclass herstelgerichte psychiatrie. Ik luisterde die 10 opleidingsdagen heel geboeid naar de sprekers en ik deed dat als ervaringsdeskundige en als coach. En wat ik kon vaststellen was, ik stelde vast dat de sprekers één voor één waardevolle coachtechnieken naar voren schoven, zonder ze als dusdanig zo te benoemen. Zo sprak Stijn over echt luisteren vanuit een leegte die kan gevuld worden. Dag had het over verwonderd leren zijn. Peter Rober had het over mens zijn tussen de mensen en werkte met feedback. En nog andere sprekers legden de nadruk op verbinding maken, gelijkwaardigheid, inzetten van hulpbronnen en bewustzijn van de cliënt verhogen. Nu, in de opleiding leken echt mijn ervaringen, mijn persoonlijke ervaringen binnen de GGZ en mijn achtergrond als coach in elkaar te schuiven. En daar wilde ik dan ook iets mee doen. Ik stelde ook vast dat het woord herstel plots niet zo duidelijk meer was voor mij. Dus ik begon regelmatig en van dichtbij na te denken over herstel en dat deed mij besluiten dat ik daarmee moest beginnen, dat ik herstel terug moest definiëren. Dus dan ben ik beginnen schrijven aan een paper, die staat trouwens op Dropbox. En ik heb eerst herstel opnieuw beschreven vanuit mijn eigen ervaring. Ik heb een nieuwe definitie uitgeschreven en die uitgerafeld aan de hand van allemaal concrete voorbeelden uit mijn eigen herstelproces. Ik heb ook die definitie verder nog willen verduidelijken met een metafoor, een beeld en een gedicht. Ik vond het heel belangrijk om daar veel energie in te steken, omdat ik denk dat we herstel, ik denk echt dat we dat moeten doen, we moeten dat opnieuw en opnieuw definiëren, want anders wordt het een hol woord en mist het zijn doel. Ik ga heel eventjes mijn definitie voorlezen, we kunnen daar niet verder op ingaan, maar hè. Voor mij is herstellen de taal van je lichaam leren verstaan, om terug te verbinden met jezelf, daarna met de ander en niet meer met de symptomen. Dat is de essentie, ik heb daar nog aan toegevoegd, naarmate het copingmechanisme dan duidelijk wordt, herstelt de cliënt in zijn omgeving en verdwijnen de symptomen. Voilà. Nu door dit te doen, door hiermee bezig te zijn, ben ik eigenlijk tot de ontdekking gekomen dat de hulpverleners die mij vooruit hielpen, meer deden vanuit het zijn zoals een coach dat doet. Mijn herstel kwam echt in een stroomversnelling dankzij hulpverleners met een coachende attitude. Ik denk echt als de hulpverlener een coachende attitude inzet, dat we in de bestaande structuren, waar we allemaal over akkoord zijn dat die aan verandering toe zijn, maar momenteel zijn ze er nog, dat we in die bestaande structuren met een coachende attitude al heel veel psychisch leed kunnen opvangen. En vanuit deze gedachte ben ik eigenlijk vertrokken om de herstelvisie over het werkveld te verspreiden via een workshop die ik in elkaar heb gestoken en die ik voorlopig noem ik die coachende attitude. Maar ben eigenlijk, als aan het einde iemand een idee heeft voor een andere naam. Ik zou dat graag anders willen noemen, maar voorlopig kwam ik op niks anders. Nu, ik zal in de workshop coachende attitude proberen aan te tonen dat elke zorg die vanuit een coachende houding wordt gegeven, herstelondersteunende zorg is. Je kan de workshop eigenlijk, heel die workshop, beschouwen als feedback van mij aan de GGZ. Nu, ik heb ervoor gekozen, ik ga het even overlopen hoe ik dat concreet ga doen. Ik heb ervoor gekozen om die workshop in 2 delen op te splitsen. Eentje coachende attitude en een tweede deel coachen bevragen. Voor wie is die workshop? Voor mij is elke hulpverlener gebaat met een hoopgevend verhaal van een ervaringsdeskundige en dus ook met deze workshop. Maar mijn verhaal past vooral in de aanpak van hulpverleners die betrokken zijn bij een crisisopname van iemand die psychotisch binnenkomt en hulpverleners die de cliënt de eerste weken opvolgen. Vanuit mijn ervaring waren dat ambulanciers, personeel op spoed, psychiatrische verpleegkundigen en psychiaters. Dus eventjes overlopen, waarom zou een hulpverlener werkzaam binnen de GGZ deze workshop volgen? Eerst en vooral om zich nog meer bewust te worden van het verband tussen zijn of haar attitude en de impact ervan. Ook om makkelijker verbinding te maken met mensen die psychisch lijden en met mensen die psychotisch zijn. En ook om de expressievorm van cliënten te ontdekken. Daar kom ik zelfs nog eventjes op terug.
In de workshop gaan we ook stilstaan bij wat er al goed loopt, welke coachende houding er reeds aanwezig is en die te bestendigen. Want er zijn heel veel mensen die dat dan ook helemaal doen zoals dat ik het voor ogen heb. Om met meer vertrouwen een stuk regie bij de cliënt en de familie te laten. En om empowerment van de cliënt te verhogen en dit via een juiste bevraging en via creativiteit. Dus kortom, om hoop te verlenen, ook al is de situatie of lijkt de situatie uitzichtloos. Nu, wat betreft de resultaten, het organiseren van een try-out op het werkveld AZ Stuivenberg werd uitgesteld en is nu vastgelegd in december. Ik ga in december mijn workshop voor 10 verpleegkundigen geven van dus AZ Stuivenberg. Ik zal dan misschien in december feedback geven. Maar het resultaat van deze workshop zou daags na de training al zichtbaar moeten zijn, omdat de concrete voorbeelden die ik geef, onmiddellijke toepassing toe op het werkveld. Verder is het de bedoeling dat de workshop bij de hulpverlener nog wat nazindert, waardoor dat het bewustzijn rond de impact van zijn of haar attitude verhoogt. Ik zal ook in de workshop regelmatig vragen wat de hulpverlener zelf gelooft. Bijvoorbeeld, als de hulpverlener overtuigd geraakt van de mogelijkheid een cliënt te empoweren, dan zal hij zich vanzelf anders gaan gedragen en zelfredzaamheid aanmoedigen. Als je bij jezelf stiekem, en misschien ben je daar niet al te van bewust, denkt dat de cliënt een vogel voor de kat is, dan is het moeilijk om in een coachende attitude te stappen. Dus belangrijk is, wat geloof je daar zelf over als hulpverlener? Verder zijn hulpverleners voor mij voldoende geschoold om de juiste houding op hun manier in hun specifieke werkomgeving vorm te geven. En de good practices kunnen makkelijk gedeeld worden met collega's, het team, om zo de coachende attitude over de werkvloer te verspreiden. Tot slot vind ik het ook heel belangrijk dat de hulpverleners die een juiste attitude hebben, als rolmodel naar voren worden geschoven. Want ik heb ze ook tegengekomen, die hulpverleners die vanuit bewogenheid en medeleven hun werk doen. Die de last en de pijn van de cliënt erkennen. Die de cliënt bevestigen, je mag er zijn. En die bovenal hun werk doen vanuit een gelijkwaardige houding. Zo, dat is een beetje wat ik eigenlijk gedaan heb. Nu wil ik heel kort even de PowerPoint die ik gemaakt heb overlopen. Niet inhoudelijk, maar zodat je kan zien hoe ik het praktisch aanpak. En hoe ik ga proberen om geen theorie te geven, gelijk als ik nu even gedaan heb, maar echt alles aan de hand van concrete voorbeelden. Voordat ik het vergeet, aan het einde ga ik ook zeker en vast afronden met een evaluatiedocument. Niet hier, maar in de workshop. Om toch ook weer die feedback, die toch zo belangrijk is, om daarmee de terugkoppeling te doen. Dus, voilà, daar ga ik mee beginnen. En hier wil ik al direct eventjes verwijzen naar die tekening. Dat is een tekening die mijn dochter gemaakt heeft... die 14 was, toen ik eigenlijk samen met haar met de ambulance naar spoed reed. En ik wil dan direct beginnen met te zeggen dat het allereerste wat superbelangrijk is, en ik weet ook niet goed op welk moment dat moet, is de comfortzone van de cliënt vinden. Voor mij was die comfortzone pen en papier. Voor iemand die ik goed ken, was dat muziek. Voor mijn dochter bleek dat heel duidelijk tekeningen te zijn. Tekenen. Die tekeningen die doorheen de slideshow komen, zijn allemaal van haar. En dat is eigenlijk ongelooflijk hoe zij op die manier een stukje herstel, want herstel is al een moeilijk gegeven. Als je dat in je comfortzone kan doen, dan denk ik dat we veel makkelijker vooruit kunnen. Jij zei het daarnet ook, als je de mensen leert kennen en je ziet waar ze goed in zijn, dan daar kan je een stapje herstel zetten. Dus dat is het eerste wat ik eigenlijk al wil meegeven. Voilà, dan gaan we gewoon even overlopen. Ik had gezegd twee delen, een coachende attitude en coachend bevragen. Dus het doel van mijn workshop is eigenlijk feedback geven aan de GGZ. Ik ben opgenomen geweest, 3 keer. Ik heb een psychose gehad. Ik heb ook
dat is eventjes terzijde, maar als kind ben ik ook groot geworden, de meesten onder jullie weten dat ondertussen, met een broer die een hele lange lijdensweg heeft afgelegd en dat is helaas fout gelopen. Maar dus ook daar kan ik feedback geven aan de GGZ. En die feedback die ik ga geven, de bedoeling is om dan die herstelgerichte zorg met hele simpele dingen te concretiseren. En de bedoeling is om, zoals ik al zei, een brug tussen coaching en GGZ te slaan. En ik wil ook even zeggen wat ik niet wil doen. Ik wil geen hulpverleners coachen. Ik wil hulpverleners niet zeggen wat dat ze moeten doen. Ik wil geen ongevraagd advies geven. Dat zou indruisen tegen mijn eigen inzichten. Ik wil gewoon stukjes verhaal delen en vanuit mijn ervaring aantonen dat de coachende attitude van sommige hulpverleners het verschil maakte. Voilà. Verbinden bij psychose vraagt ja, een coachende attitude, maar ook een stukje creativiteit. En met die creativiteit ga ik ook voorbeelden geven waar dat bijvoorbeeld een vriendin van mij op het moment dat ik psychotisch was en bezig was over camera's, zei ze tegen mij alleen, waar staan die camera's dan? Hè? En die ging dan met mij mee op bed staan en meekijken. En het zijn die dingen, hè, door dat te doen, stelde zij zich gelijkwaardig op. Hè? Door dat te doen had ik zoiets van, oh, dat is geen bewust proces, maar ik herinner me, als zij er was, was ik altijd op mijn gemak. Dan hoefde ik niet op mijn hoede te zijn. Dus die creativiteit, hè, psychose is een complex beestje, is echt wel belangrijk, dat je daar durft op vertrouwen. Nu, die coachende attitude, dat zijn hier vier dingen die jullie allemaal weten, denk ik, en allemaal kennen. Maar wat betekent dat precies? Hè? Dus die diepgaande interesse. Ik ga daar allemaal voorbeelden van geven. De gelijkwaardigheid heb ik net eventjes aangehaald. Opnieuw, wat geloof jij als hulpverlener bijvoorbeeld over de mensen die jullie behandelen? Is dat iets, als jullie met hen bezig zijn, is dat iets wat jou ook zou kunnen overkomen? Als je daar voor jezelf is, stiekem, je moet daar niet op antwoorden, maar als je denkt van, dat gaat mij hier niet overkomen, dan is het moeilijk om in een coachende attitude te stappen. Dus ik kan getuigen dat het eigenlijk allemaal heel snel kan verkeren. En dat je heel snel in de marginaliteit, want dat je heel vaak, we moeten het noemen zoals het is, wordt het wat een beetje met psychose en marginaliteit, hangt dat vaak samen. Maar dat hoeft helemaal niet. Ik kan dus getuigen met mijn verhaal dat het eigenlijk iedereen kan overkomen. Dat is wat ik geloof. Dan de coachtechnieken, die heb ik op een rij gezet, die allemaal aan bod gekomen zijn in de masterclass. En voilà, daar ga ik dan ook nu niet op ingaan, maar daar ga ik ook weer voorbeelden geven. Zo. Dan pauze, dat is kei belangrijk. En koffie drinken. Dat we elkaar een beetje, trouwens mooie tekeningen, hè. Coachend bevragen. Dat is nu niet, heeft iets minder met attitude te maken, maar dat is de core business van een coach. Maar dat is, ik wil dat daar toch heel graag eventjes insteken om daar de essentie van mee te geven. Want als je dat wat doorhebt, hoe dat in elkaar steekt, kan je op een paar minuten tijd, als je verbinding hebt gemaakt met je cliënt, een aantal vragen stellen waardoor dat je de cliënt echt kunt naar zijn kamer sturen met een open vraag waar dat hij iets aan heeft. Je hebt heel veel tijd, dat heb ik ook ervaren als ik was opgenomen, heel veel tijd om na te denken. Laten we de mensen laten nadenken over iets wat voor hun het verschil kan maken. Ik heb hier zo een paar voorbeelden. Wat voel je, wat betekent dat voor jou? Dus dat coachend bevragen, als iemand zegt van oh, ik wil met rust gelaten worden, dan kun je als hulpverlener denken van ja, daar kunnen we eigenlijk, ja, die persoon wil met rust gelaten worden. Nee, wat betekent voor jou precies met rust gelaten worden? Misschien, het is ongelooflijk als je de juiste vragen stelt, wat dat er dan naar boven komt. Dus daar wil ik toch ook even oefenen of voorbeelden mee geven. En vooral, het staat daar in het vet. Wanneer loopt het wel goed? Het ziet er altijd heel vaak uitzichtloos uit. Maar ooit was die persoon met zijn verhaal iemand die wel goed in zijn vel zat.
misschien heel lang geleden, maar ook dan. Hè, maar dat was toen dat ik muziek maakte. Hè. Wat speelt er? Ik weet het niet. De mensen zeggen ook heel veel, ik weet het niet. En hoe zou het zijn als je het wel weet? Hè? Of hoe zou jij willen dat het eruit ziet? Dat zijn vragen, dat duurt niet lang. Hè? En ook het antwoord is vaak voor de hulpverlener van ondergeschikt belang. Maar dat zijn vragen waar dat hij mee naar zijn kamer kan. Hè? Van, en wanneer loopt het wel goed? En dan heb je dingen vast waar dat hij iets mee kan. Dus voilà, coachen bevragen. Dan is er ruimte voor vragen en dilemma's. Om te komen tot wat ik denk dat een coachende hulpverlener is. Je mag me gerust verbeteren. Die is nabij. Die is bereikbaar. Ja, bereikbaar. En dat bedoel ik echt, hè, nadat je bent, wordt losgelaten, terug in de maatschappij. Hè, in hoeverre is er dan nazorg? Hè? Waar kan je dan terecht in momenten van paniek? Die normaliseert voor mij. Hè. Ik hoorde Jurg er juist ook zeggen, iedereen is welkom. Dat alleen al, hè, is zo belangrijk. Hè. Ik wil niet abnormaal gevonden worden. Hè. Ik wil niet degene zijn met een bipolaire stoornis. Dus ik leg dat nu naast mij neer, maar als ik de mensen van het ziekenhuis moet geloven, was ik dat dan wel. Hè. Geef zo weinig mogelijk medicatie. Dat is stof voor een andere workshop. Geef perspectief. En geeft hoop. En dat heb ik op een bepaald moment, had ik geen hoop meer. Geen perspectief meer. En dan, ja, wat dan? Dus dat vond ik heel heftig. Zo, dat is eigenlijk een beetje, dan wil ik daar ook nog graag iets aan verdienen.